Hallo beste mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik wil iedereen die weer naar school moet alvast een hele fijne schooltijd toewensen. Er zijn wel een heleboel mensen die houden niet van school, om verschillende redenen, begrijp ik. School is kut. Tuurlijk, school is kut. Ik bedoel, dat ben ik met jullie eens. Maar jullie zullen wel moeten. Nee, maar even los van dolle. Ik wens jullie veel succes. Veel leerplezier. Leuke contacten met klasgenoten. Ik hoop niet dat ze gaan lopen pesten. Want dat zou natuurlijk niet zo leuk zijn. Nee, is niet leuk. Nee, ik heb eigenlijk geen schooltips verder die ik jullie mee kan geven. Ja, is één tip. Neem je verstand mee. Maar goed, hoe dan ook. Ik zou verder zeggen. Drink veel koffie met suiker en melk. En rook met mate. Of rook niet. Nog beter. Gewoon helemaal niet roken. En verder wil ik zeggen. Ja, als leerkrachten een beetje vervelend doen. Dan zeg je gewoon van. Hallo, je mag dan wel ouder zijn dan dat ik ben. Maar dat betekent niet dat jij alles weet. Dat betekent niet dat jij de dienst uit kan. Oh ja, dat kunnen ze wel, hè. Dat kunnen ze wel even schat maken. Hoe dan ook, je snapt wat ik bedoel. Je hebt van die irritante leerkrachten. Die hebben zo'n attitude van ik kan het maken, want ik ben de leraar. Bijvoorbeeld, ik heb de power, weet je wel. En dus ja, dat vind ik een beetje jammer. Ik bedoel, je moet gewoon normaal omgaan met je leerlingen, toch? Maar hoe dan ook, je hebt ook leerlingen die zijn een beetje vervelend andersom. En die gaan de leerkracht pesten. Wees een beetje rustig voor sommige leerkrachten. Doe niet te onaardig tegen ze. Ik bedoel, je hebt inderdaad leerkrachten die zijn wat zachtaardig van aard. Maar dat betekent niet dat betekent niet dat ze niet goed zijn. Gewoon normaal doen. Gewoon naar school gaan. Gewoon, je hebt leerplicht. Ook als je spijbelt. Gewoon, nee, niet spijbelen. Ik heb ook wel eens gespijbeld. maar het is niet goed om te spijbelen. Gewoon naar school gaan en ja. En dan leer je nog eens wat. Hoewel, als ik er dan terugdenk aan mijn eigen schooltijd, kan ik me niet meer herinneren wat ik geleerde. Maar goed, oké. Ik zou zo zeggen, je leert eigenlijk veel meer als je van school afgaat. Want dan kom je ineens in het echte leven terecht. En dat is toch ineens heel anders dan school. Maar ja, ik zou zo zeggen, ja, nou ja. Ja, ik weet het verder niet meer. Oké, nou, ciao, doei.